in het jaar 2011. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrouwen International. En dat doen wij vanavond met Johanna Derksen, Anskra Junior en Renate van der Grijp. Ja! En we hebben er zin in! Renate, wij waren even bang dat jij niet kwam. Had je weer een burn-out? Nou, bijna wel, ja. Ik ben een kwartier ben ik bezig geweest om die auto in te parkeren, joh. Ja, maar ja, het is toch ook van de gekken ook, joh. Ik bedoel, die parkeerplaatsen die zijn gewoon te klein, hè? Ik heb die versnellingspook. Die heb ik op een gegeven moment heb ik die zo vaak in zijn achteruit getrokken. Dat ik dacht, als ik nou nog verder doortrek, dan komt er straks nog spul uit ook, weet je wel. Het grote nieuws van de afgelopen weken was natuurlijk inderdaad Johan Cruijff. Johanna, een analyse. Kijk, ik ben ook maar een boerentrut uit de Betuwe. Hè? Maar wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat wat er vorige week gebeurd is, dat is natuurlijk een bitchfight volgens het boekje. Ja, luister, dames, hoe ik het zie... Eén seconde, Ans. Jij zegt een bitchfight, Johanna? Ja, er is natuurlijk een soort van ruzietje ontstaan bij Ajax. En dan zijn er van die druktemakers die dan gaan roepen dat, dat een club in de fik staat. Terwijl vrouwen, die maken al... jarenlang ruzie op deze manier, daar hoor je nooit iemand over. Hè? Dan gaan die kerels het ineens doen, dan is het opeens wekenlang wereldnieuws. Inderdaad, en dat was dus nog heel even moment... Hans, nou, verklaar je eens nader, Johanna. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld die Ten Haven, hè? Mm-hmm. Die doet eigenlijk precies hetzelfde als ik met mijn vriendinnenclub. Je hoofdkaal scheren. Oh, jij denkt dat je nu grappig bent, hè? Ja, wat ik dus bedoel, is dat hij alles achter de rug om doet van anderen... en dat hij een geheime agenda heeft. Dat is tactisch natuurlijk heel sterk. Precies, en dat... Ja, wat ik ook wel herken, wat ik ijzersterk vind... Mm-hmm. is dat hij Ten Haven heeft gezegd, ik hou Van Gaal erbij. Hè? Dat is een hartstikke goede move, mm-hmm. natuurlijk. Kijk, als ik de hele tijd een vriendin op bezoek krijg... waar ik helemaal geen zin meer in heb, ja, dan zeg ik gewoon, nee... Dan word ik gewoon vriendinnen met haar aartsvriendin. Hè? Met haar aartsvijand. Sorry, even vergissing, hè? Ja? Ja, dan komt ze op een gegeven moment. Ik kom ze gewoon niet meer terug. Snap je? Maar hoe bedoel je dat nou precies, Johanna? Ja, als jij niet zo vaak je haar zou feunen en goed zou opletten, zou je het nu begrijpen. Ja? Ja? Ten Haven nodigt Van Gaal uit. Dat is de aartsvijand van Cruijff. Begrijp je het nu, mevrouw de presentatrice? Renate, als jij dit allemaal zo hoort, wat denk jij dan? Joh, ik denk gewoon heel erg aan. Hé, lachen we van, joh. Oh, ik krijg telefoon. Oh, dames. Joh, nou ja, zal je hem hebben? Cruijff, zal ik hem nemen? Serieus, is dat Johan Cruijff? Nee, het is mijn iPod. Mijn iPod. Schitterend. Hallo, Johan. Oh, bel je met je thuistelefoon? Dat is even centraal. Vorige week kwam Davis natuurlijk met dat verhaal over die vermeende racistische opmerking van Cruijff. Ja, dat is geweldig natuurlijk, hè, van David. Ze heeft daar bewust mee gewacht. Even wachten, even in de week leggen, nog even wachten. Als Cruijff het niet meer verwacht, paks, erbovenop, hè, achter zijn rug om. Dat is klasse, dat is echt een wijvenstreek. Wat Cruijff dan op zijn beurt weer heel goed heeft gedaan, is David onmiddellijk terugpakken op zijn uiterlijk. Ze hebben hem gewoon zwart gemaakt. Ansie. Ze hebben David zwart gemaakt. Nou, ja, zwart. Dames. Nee, de beurt is nu echt even aan Ans. Ans, ga je gang. Nou, ik heb toevallig deze week de bondscoach weer gesproken. En ja, oké, okay, nou laat maar dan. Nee, nou vertel ik het niet meer. Nee, laat maar. Waarom zit ik hier eigenlijk? Nou, je zit hier omdat je een vrouw bent. Nou, dat is belachelijk. Nou ja, dan zit je hier omdat je moeder Ans Cruijff senior heet. Nou, dan moet je niet over mijn moeder beginnen, want anders kun je lachen. Nee, nou, je moeder heet toch Ans Cruijff senior? Nee, haal nou even op over mijn moeder, ja? Zo. Omdat ze kut scheten laat of zo. Dames, wij zijn zo bij je terug. Wij gaan even lekker boodschapjes doen. Ja.